Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Special Gold Full Spectrum CBD olie. Gebruik Special Gold CBD onder andere bij pijnbestrijding, om beter te slapen en voor goed herstel na je training. Support Special Gold CBD omdat zij ons ook steunen. Voor meer informatie ga naar Het It's time voor Basen! Vechtersbazen zijn terug in je leven. Terug op je beeldscherm. Of in je oren hoe je deze podcast tot je neemt. Je weet, we zijn YouTube, Spotify, Apple Podcasts. Overal te vinden. Met de beste verhalen over je favoriete vechters. Van nu, van vroeger, van morgen. Of natuurlijk de beste coaches. En de man die we vandaag hebben hoort zeker in die laatste categorie. Sterker nog, hij is de eerste vechtersbazen Hall of Famer. En het is hoog tijd dat hij hier weer een keer zit. Big Mike Passanier, alles goed met je? tuurlijk ja? Wat denk jij dan? Ik vind het heel mooi dat je er weer bent. Ja. Um, dus zoals ik zei, je bent, was de eerste gast die we ooit hadden in de, in de podcast. Daarvoor sta ik in Hall half fame. Je bent het meest geweest van iedereen. Um, dus dan, dan denk je, op een gegeven moment ben je wat een keer uitgelopen met elkaar. Ja. Maar ik had zo'n idee van, volgens mij zijn er nog wat verhalen onaangeroerd. En bovendien ja. speelt er genoeg in de wereld waar we nog even over kunnen babbelen. Altijd. Toch? Tuurlijk. We hebben wel genoeg te bespreken, Dennis. Dat weet je toch? Heb. Ik verheug me erop. Eén um, ding waar ik mee wil beginnen, dat heb ik laatst in Londen gedaan met een paar UFC-vechten. Dat vond ik oh. wel leuk, dat was een rubriekje. Dat was uh, My First. Dat is een aantal uh, soort oh. rapid-fire questions. Uh, dat wil ik met jou ook graag doen. Ik ben okay. benieuwd of daar dan nog wat leuke antwoorden uitkomen. Oké. Okay. Eerste. Uh, mijn eerste baan: uh, kranten bezorgen. Echt waar? Uh. Welke krant? Uh, er waren foldertjes. Voor een, uh, voor een slager, en aan de andere hand had ik nog wat uh, flyers van iemand anders erbij. Dan kon ik hetzelfde, uh, eigenlijk het dubbele verdienen. Ja. <laughs> hetzelfde werk, alleen moest ik, die, moest ik twee flyers pakken in plaats van één. En op het fietsje de brievenbus af? Ja, ja, nou ja. even van tevoren de, uh, de ene flyer in de andere steken, dat duurde zeg maar uh, een uurtje of twee. En ja. dan uh, ding rijden. Oké, okay. oké. Okay. Ja. Mooi, mooi. Hoe oud was je toen? Dertien. Zo vroeg, vroeg erbij uh, geld. Ja, in de voorleiding. Uh, er zijn niet echt bandjes Ging ik mijn mensen aanbeelden. Mag ik uw tuintje schoonmaken? Onkruid wieden? Mag ik uw auto wassen? Dat soort dingen. Ja, mooi. Uh, je eerste auto? Onofficieel um, was een Fiat 500. Ja. Want die had ik eens dus helemaal gekocht. En die had ik om de hoek geparkeerd. Tot mijn vader erachter kwam. En uh, toen zei ik dat ik hem voor hem gekocht had. Dat <laughs> toen had ik, en toen had ik de, de reserve sleutel Dus uh, iedere keer dat ik dan zag ik ik slapen, dan pakte ik hem eventjes. En officieel was het een uh, uh, Nissan Sunny. Ja, maar Maar met die of 500 had je toen wel een rijbewijs al niet? Nee, toen ik had geen rijbewijs. Nee. Ik had heel laat maar rijbewijs toen ik dertig was. Echt waar? Ja, maar we rijden laat vanaf 13 of zo. Omdat we toen, we, toen waren we natuurlijk auto's aan het wassen. Ja. En, uh, voor, uh, uh, ja, en toen op een gegeven moment voor oom uh, Willem Koenen, uh, bij de groenvoorzieningen van de Bijlmer zeg maar. Toen de Bijlmer ge gebouwd werd, deden hij de groenvoorzieningen. En dan deden we auto's voor de opzichters en, uh, die, uh, ja, en die hadden natuurlijk weer het ding dat ze op vrijdag de auto's lieten. Wezen, want dan was het goed voor het weekend, dan hoefde ze niet door die blubber te rijden ja. meer en dan konden ze even een biertje drinken dan uh, waren ze ook altijd allemaal de laatste auto en wij uh, moesten die auto's ook verplaatsen want ja, ja. Uh, op een gegeven moment is het natuurlijk donker en die auto moet een beetje in het licht staan om hem te wassen ja. dus toen begonnen we al een beetje te rijden en, en dan, dan ging je wat verder stukjes verder rijden? Uh, ja uh, aanhouden zonder, zonder rijbewijs zonder rijbewijs niet nee. <laughs> 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 mooi antwoord um, je eerste herinnering je eerste sportherinnering Eerste sportherinnering. Oh ja, nee, dat was uh, zeg maar. Uh, ik wou, uh, ik ging voetballen. Iedereen mm -hmm. speelde bij voorland, Maar nu vond ik niet zo mooi, zeg maar, dat was groen met drie witte strijpen hier op de borst. Ja. En, uh, en toen ging ik naar zijn ja, dan moet je proefwedstrijd voor spijlen. En dat was eigenlijk mijn eerste sportherinnering. en dat deed ik in de eerste wedstrijd scoorde ik negen doelpunten. 9 doelden, had leuk. Ja. Uh, ja, mocht je wel komen, hè? Ja, ik mocht wel komen, ja, dat, dat vonden ze wel goed. Ja. spits was je toch? Ja. Ja, mooi. Ja, klopt. Dus ja, dat wij Ik heb dus een paar guiselaplaatsen en ik kon nog gewoon echt niet voetballen, tenminste, toen in mijn ogen. Ja, dat is zo makkelijk, gaat iedere week. Maar ja, dan blijkt achteraf weer toch iets anders te zijn. En nu zijn we hier. Um, de eerste vakantie. De eerste vakantie was naar uh, met zoals uh, ja, met mijn ouders ging ik eigenlijk nooit echt op vakantie. Ik uh, met de bus naar Jorrit maar Dat was deze vakantie. Lang reed je? Ja, ja, toen niet natuurlijk. Toen, nee. uh, toen dacht je van ja, <laughs> ja wat kan dat het kon wel aan gebeuren? Ja. Het lijkt me een goed plan. <laughs> ja terug, dat is lastig. Terug was lastig. Ja. Hoe ja. oud was je toen? Uh, 16. 16, ja. En wat deed een 16-jarige Mike Passenier in? Uh... Nou, Wat alle 16-jarigen in, uh, Joret de Mar en al die dingen doen, is gewoon stappen, uh, gewoon overdag op het strand liggen of bij het zwembad en uh, ja, jezelf een beetje proberen te vermaken. Ja. Dat lukt, ja toch? Lukt het wel. Dus, ja, dat kan ik als het beste. <laughs> <laughs> je, moet, je moet het vroeg leren. <laughs> Ik heb het gevoel dat we hier gewoon een heel aparte podcast over kunnen opnemen, maar dat gaan we het nu niet doen. Ja. Um, weet je nog het eerste gevecht dat je ooit op televisie zag? Uh, op tv. Uh, ja, natuurlijk. Dat was uh, voor Ver nee, het eerste gevecht op tv was Mohammed Ali. Dus toen werden we wakker gemaakt om dat te bekijken. En het eerste kickboksen was van Veronica Vechtsport. Met Joan Hane, geloof ik. Heet ja. Die man. En dat was uh, vechtsport. In ieder geval was het een hele avond. Ja. En uh, dat was in de En dat was op de 5e dat het ja. Maakte dat toen al indruk op je? Dat je dacht van nou ga ik later bij betrokken worden? Of? Uh, nou ik was al naar kickbox geweest. Ja. Ook met uh, Albert Willem Koenen. En, uh, want die, ook een van die opzi opzichters. Dus. of in ieder geval uit de connectie met uh, de vader van de Swankies en die waren van Medjurahim. Ja, en dan, de Swankies? Ja, Mazelzwank Swank. Uh, Oké, okay, ja. Dus ja, er waren drie broers geloof ik of twee broers, drie broers. En die vochten alle, allemaal en, uh, bij Medjurahim. En er was een gala en dan, uh, en dan, dan kon ik dan, uh, ja dat hoorden we dan achteraf, zogenaamd konden we dan een uh, kaartje verdienen. Ja, het is al gekocht natuurlijk. En dan gingen we daar naartoe en toen. Ja, dan, ja toen was ik al meteen verkocht. Huh. Mooi. Ja. Eerste keer dat je erg spijt van hebt gehad? Uh, ja, de eerste keer spijt. Echt spijt was. Uh, ik moest uh, met Voorland tegen Ajax. Want ik was, was, was weg naar Voorland. Het ging goed. En toen zat ik in A1. En, uh, en ik speelde ook met de eerste mee. En wat gebeurde nou. Uh, de eerste keer tegen, oh, ik heb al goed gespeeld. En uh, de tweede keer uh, regende het, uh, het is Een uur of acht, negen. Nog harder regenen. Ik denk nou, ik ga over de stad in een uurtje. Uh, een uurtje weer, een paar uurtjes langer. En uh, toen opeens werd ik gebeld. Van waar blijf je? Dat is toch afgekeurd, we moeten trainen meteen om 1 uur of zo. Hij zegt: Nou, we maar je moet voetballen. Ja, nou, zegt: komen dan aan. Toen kwam ik er Toen had ik ook nog eens een keer mijn kicks vergeten. Geloof ik één of twee. Ik weet, het, weet ik, ik, niet. Die mijn nieuwe kicks. Toen, ja. ik, toen moest ik andere kicks aan. En, nou, de, 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 alles, niks, niks, liep, niks liep. En toen uh, is ik een ongelooflijke kans. Daar ben ik eigenlijk nooit mis. Dat was eind, Toen schuil dus ik nog een bal op de paal, Zo laat en uh, verloren met 4-1. Het wel einddoel werd gemaakt en dat ik heel veel spijt van. Ja. Want als we ooit hadden kunnen winnen van hun, zeg maar, ja. met voorland, dat was het toen. Met z'n met, Zer met wonnen we wel gewoon van, van Ajax. Het voelde was altijd iets lastiger. Ja, op, kijk, op dat soort momenten moet je opstaan en hoop je eigenlijk dat je uitgekozen wordt om voor Ajax te mogen voetballen. Ja, precies, dat, ja, dat, dat is een wedstrijd om je in de kijker te spelen. Want dat was juist en, ja. en, en eigenlijk voor zoiets onnozels toen uh, de boel weggegeven. Dus ja, dat is eerst geen spuit. Voor de rest heb ik niet zoveel spuit. Ja. Spijt is verstand dat te laat komt toch. Dat is waar, dat is waar. Ja, ik, ja nou, ik, er veel mensen die zeggen, ik heb geen spijt van, ik heb er net spijt van. Weet je niet, die, die er ja. dingen in het leven waar je in ieder geval van denkt, van had ik anders kunnen doen, toch? Dat is, uh, maar goed, ja. uiteindelijk in het grotere geheel leidt dat allemaal wel weer door waar we vandaan zijn. Ja. Um, weet je nog de eerste harde klap die je ooit kreeg? Ja. Vertel. Um, nou, de eerste harde klap. Die ik ooit kreeg, dat was. Uh, ja, je vecht natuurlijk wel eens buiten. Maar een echte harde klap. Dat was de, uh, op de allereerste uh, kickbokstraining. Ja. Was ik was met iemand meegegaan en. Uh, ging het wel even regelen natuurlijk. <laughs> ja, je raakte ja, je. Raakt, je, je liep buiten de toon. En je deed toch. En toen op een gegeven moment. Uh, dan hadden we met het overname. Al, had ik al een paar locus geïncarceerd. Wat al niet echt. Oké, was. En uh, toen uh, gingen we sparren. En ik dacht, ja, nee, die ene jongen, die verschouwde. Ik ja, Ricky was dat, Ik denk nou, nah, nee, vroeger gaf je ook iets wat je pakt niet zo bij. Dus nou ja, kan okay, je worden bij zich? En uh, nou, ik krijg je een eigen ik tank. En dacht, oh, wat is dit nou? En nog een, en nog een. En, en, toen, en toen kreeg ik zo'n trap, half baan in mijn gezicht. En, uh, en toen dacht ik, nou ik pak hem, ik ga even om ja. En toen, en toen uh, riep de trainer Kenneth Sanchez, die riep, ja breik, en dan dacht, nou hij zal wel niet voor mij zijn, maar <laughs> En toen uh, gaf hij een klap en een stok op mijn rug. <laughs> oh. <laughs> oh. ik denk oh wat is dat? Ja. Maar dat is bij voetballen dat niet. Dat je niet fijn, nee. Nee. En dan maak ik wat zeggen. Hé Oes, ik moet Oes zeggen. Oh, oh, sorry Oes, sorry, oh, je bent allemaal de weg kwijt. Je weet niet wat je moet doen, je weet niet hoe je moet staan. Je weet je haar niet meer. Maar ik weet die klap kan ik nog herinneren tot vandaag. En uh, ja, het, het, het gekke van het was natuurlijk, op een gegeven moment was je zo gedrild. Dat toen hij jaren later bij ons nog les kwam, een keertje les kwam geven. Ja. Hij kon, toen hij begon te schrijven stond ik in de houding. <laughs> Als, als waarschijnlijk eindigen, en toen, maar toen waren de jongens als Myrtle en zo die trainen ook op me waren. dus ja dat, snap je dus ja dat is, dat is nog uh, ja ja maar, dat is zo dat is zo ja. mooi uh, en dan de laatste echt de laatste wanneer is het de eerste keer dat je tr echt trots op jezelf was echt trots op mezelf ja uh, echt trots op mezelf dat was uh, uh, ik was in wijk 16 speelde ik eerst voor Vorland en uh, toen speelde ik een WMS en toen uh, nou ja ik zat in de basis meteen dus de eerste keer was al een keertje ingevallen en de keer een oefenwedstrijd gespeeld maar geen competitie en eh. Uh, en we hadden 4-2. Ik had eh. Uh, we stonden eindelijk achter. Ik had 1-1. Toen kwamen we 2-1. Voor. En toen 2-2. toen maakten we 3-2. En. Of toen is het. Nee, we liep, ik liep alleen op de keeper af. En toen legde ik hem breed. En dan werd we 3-2. Nee. Ja, 3-2. En dan de vierde, die, uh, dus was het was heel, heel, weet je, het was echt over en weer of mm -hmm. hun 3-3 maken of zo. En, en dan krijg je de bal en weer. En dan op de keeper, en om de keeper heen, en doelpunt. En dan, maar we speelden naar de cantine toe. En achter die cantine bij Voorland was een hek. Ja. En ik klom in dat hek, hou maar de bal. de mensen op dat, waar de Voorland op zomaar zeg een soort met. Uh, terras buiten, buiten de kantine. Dus die mensen stonden op, bord, op het bordes. Dat was een duurder woord. En ik stond te schreeuwen en te trekken aan die hekken en te doen. En, uh, nou, toen was ik echt heel blij en heel trots. En uh, dan ging ik ging douchen en dan kwam de kantine in. Dus ik kwam trots. En, uh, en toen uh, kwam ik. Oh, kwam en zei daar, jongen, horens? Hij zegt. Uh, Twee dingen, ja, heel goed gevoetbald, en de tweede dat doen we niet meer in de klimmen. Ik <laughs> zei <laughs> ja, oké, okay. ja sorry sorry oma Willem, nee, ja en toen uh, riep hij uh, tante Andy, zondag de bar op uit. Uh, Ga je die jongen een patatje met mayonaise en tijm, ze video lekker, en doe er maar een broodje bal bij. Mag uh, ik ook een uh, Exoto over wil. Hij ja, natuurlijk. Hij doet het al blij, ik was al trots. Dat was echt, denk ik, de eerste keer dat dus ik me kan herinneren. Mooi. Dat je het echt ergens om ging of zo. Ja. De rest, uh, dat heb ik niet zo wow. over. Uh, Word je Exota in dit verhaal verraad dat het al heel lang geleden was? Ja, toen was 16, ja. ik was net een wijk 16. Ja. Mooi, mooi, mooi. Wat opvalt in deze. Veel van die herinneringen. Ik veel voetbal in voor. Ja, ik heb vroeger al veel gevoetbald. Ja. Ik ben ook al veel gewonnen met voetballen. En uh, ja, dat. dat uh... Dus ja, dat duint vroeger. En ik ben pas gaan kickbox toen ik 15 was. En mm -hmm. toen had ik het erbij om sterker te worden met voetballen. Mm -hmm. Zo is het gekomen en toen. Ja, ja en dan, uh, ja, dan had je dan natuurlijk nooit gedacht dat ik een trainer, uh, kickbox trainer zou ja. worden. Want uh, bij de. Dus, uh, trouwens, was ook hier in de buurt. Dan gaf ik mijn eerste kickboxlast. Bij de piramide. Ja. En uh, ja, ik. ben ook en... begonnen met kickboksen toevallig. Ja, bij ja, Klem Bruisdorp. En, en die komt weer aan die zaal door mij, want Klem ja. trainde ook bij Kenneth. Ja. En uh, Eddie die zei: Jij ja, doet toch kickboksen? Maar die leur die die je kickboxles geven. En zei: ja, ik krijg 25 gulden. Ik zei: Oh, oké. Okay. En toen heb ik les gegeven. Nou, oké, okay, jongens, kom, we kunnen nu even een patatje gaan halen. We kunnen nu even. En hij uh, zei: ja, doe, je, doe je goed, man. dan ja. moet je vaker doen. Ik zei: Ah, Dat is niks voor mij. Dus, maar ja, die zeggen het dus wel, waarschijnlijk. Maar zo is het dus ja, zo is het eigenlijk gebeurd. Ja, grappig. En nu zijn we 30 plus jaar uh, verder. Natuurlijk. Ja, ja. Vind je het leuk om thuis te zijn? Ik vind het geweldig. Ja. Ik vind het geweldig. Ik zou niet weten wat ik anders moet. Ja, ik weet wel wat ik anders zou moeten of wat ik zou kunnen. Zo dus ben ik geweldig. Ik heb maar een paar dingen goed. Ik kan. Uh, uh, bier tappen en bier drinken ja. en ik kan vechten, sport kan ik. Ja. Dat, dat is wat ik kan. Voor de rest, uh, ja. ik ben niet voor de kantoren gemaakt of uh, nee, nou ja, maar zoiets. Ik, ik bedoel, kijk, zijn mensen zitten heel even op kantoor en dat doe je op een gegeven moment op de automatische piloot. piloot. Maar dit is natuurlijk bij een beroep wat je op een gegeven moment... Niet op de automatische piloot kan doen. Dat kan wel, maar niet met de passie en, en niet dat je aan de top blijft. Dus de, wat is het aan jou dat jou triggert dat je na al die jaren nog steeds elke morgen met opgeheven hoofd en, en frisse zin naar die sportschool gaat en, en proberen weer kampioenen te maken of, of, of topvechters te begeleiden? Wat houdt jou gaan er? wat houdt die motivatie bij jou gaan? Ik zeg altijd dat je van ijs eten houdt en je mag iedere dag ijs eten. Ja, dat is toch geweldig. Ja, maar als je elke dag. Yes. Ja, ik weet nog, ik heb ooit in het ziekenhuis gelegen met mijn Amandelen. En toen moest ik ijs eten. En toen vond ik het vreselijk. Ja, maar een deeltje waarschijnlijk niet genoeg van ijs. Snap je Ik bedoel, het is, het is, het is geweldig. Kijk, ik uh, word iedere morgen om uh, half vijf wakker of zo. Iets eerder. En dan uh, gewoon een sportschool doen. Dan gaat de sportschool openen. En dan ga ik rustig zitten. Dan komen we uh, zo'n vijf uur. Vijf uur vijf over vijf is de sportschool uh, ben ik ben ik daar om kwart over vijf is alles geopend ja en dan zit ik te wachten en om half zes komen de eerste klanten tien voor half zes en dat, dat is leuk het ondernemen is leuk uh, nou dan ben ik dan met de vechters bezig uh, dat is super en ja ben ik altijd zeg kijk, de meesten die uh, als je zegt nou die geven een les nou die geven een geweldige les de tweede les, lag voor 80% op de eerste les. Hmm. Snap je? Ja. Maar ja, ik, 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 vind, ik vind alles leuk. Ik vind uh, het vechten leuk. De, het trainen er naartoe. Mensen weer terugbrengen naar blessures. Mensen die, uh, ja, die moeten vechten uh, in de docs. Vechten veel in het buitenland. Zal je niet om, om. Zodat je ze in elkaar slaat? Ja, Zal je, 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 je om te verliezen? Nou ja, dat. Dat, dat doet me wat, dus de, ja, dat doe ik dan nou, zeg maar een jaartje of dertig. Ja. En uh, ja, ja ik, zou niet, ik zou niet anders willen zeg maar. Hè. En uh, ja, ik vind alles leuk, ik vind naar die galen gaan, ik vind naar het buitenland gaf vind ik leuk. Ik, ik vind het, weet je, je ziet veel, je komt andere mensen tegen, je bent, uh, ja, uh, ik was... Ik was Afgelopen weekend in Newcastle was ik nog nooit geweest. Nee. En ja, dan loop je daar in de ronde. Dan denk ik nou, we hebben ik ook weer even gezien. Dat is ja. ook weer even leuk. Je, je komt weer nieuwbekenden, je komt oude bekende tegen. Ja, want je komt ook mensen tegen die zie je altijd, want je weet niet zo goed waarvan ze zijn. Mm -hmm. En dan opeens op zo'n galen, en dan kom je elkaar tegen in de hotel, uh, in de hotelbar of in de lobby, en je raakt in gesprek. Ja. En, Probeer ik altijd beter te netwerken, dat ik weer wat meer wedstrijden eruit kan krijgen. Nou, Oké, okay, dat, dus dat gaat. Ja, ja maar de, en, en met die vechters, maar dat is toch hartstikke leuk. Het, jongens komen uh, uit, uit de meest vreemde landen. Mm -hmm. dingen hier in mm -hmm. komt een Macedonië. Die wil uh, waarschijnlijk zijn rechterhand wel geven om hier te blijven. Nou ja, als er iemand met zoveel passie komt voor die ja. trainingen. Wie ben ik dan om te gaan zeggen van, ah, sorry ik heb vandaag geen zin hoor, uh, ga maar een beetje op de zak. Ja. Dat is het makkelijkste wat je kan doen. Maar ik kan ook gewoon iedere dag, want dat doe ik dus iedere dag voor iedere vechter die we hebben. heb ik een uitgebreid programma. Jij moet, op de, jij moet op de assaultbike, jij gaat op de loopband. Vanochtend hebben we eerst gebokst, daarna nou moeten ze uh, meurtelen en stooien op de assaultbike. Uh, cookie lopen, Chico lopen, ja. snap je? En uh, die jongens die, die komen eraan en uh, dan hebben we dat gehad en uh, dan, dan, dan ga je verder en dan komt de volgende binnen. Uh, zo gaat het verder en verder en ja, dat houdt me bezig. En dan uh, moet ik ja, tegen jou zeggen, ja, ik wil wel komen naar de podcast, ja. maar ik moet een uurtje later, ik moet eerst even mijn les geven. Mm -hmm. En dan ben ik daar eventjes uh, vijf minuten eerder gestopt. om hier op taart te zijn. Want ik had er wel van op taart te zijn, natuurlijk. Maar dan heb ik allemaal lesgegeven. Nou, en dan staan er. om te uh, kijken hoor, uh, vier, zeven, negen man. Ja. Nou, uh, we hebben wel lekker gedruid. Uh, het is toch geweldig. Dat ja. <laughs> ja. is ook geweldig. Maar ik kan me voor uh, kijk, als je zo lang iets doet. Um, ja, dat er op een gegeven moment misschien een moment komt denken. ja. Ik ben hem al een beetje klaar. En ik moet, me, ik moet me corrigeren als ik het verkeerd heb. Ik had het idee. Uh, een paar jaar geleden was er, is er een moment geweest. dat uh, op een gegeven moment. voor de tweede keer wegging. Uh, en dat er een aantal jongens in zijn slipstream ook gingen. Rijntje er gingen, er eentje gingen uh, met Meutel uh, Myrtle. en Justri. En, en, en er gingen nog. Er gingen één te, tegelijk een hoop gezichtsbepalende jongens. Gingen weg bij jou. En toen had ik van de buitenkant. en binnenkant het idee van. maar nou, misschien dat hij nu wel denkt van. dat is wel mooi geweest. Is dat ja. ook zo geweest? Dat nou, nee, dat is het ding om al maar. hoor. Ja. <laughs> Tuurlijk. Dat is... Laten we nou, kijk. Um, kijk, er, er komt een moment in je leven en het is met iedere carrière of iedere, weet ik veel wat, iedere carrière, ieder moment, weet ik... Uh, dan dan, dan, dan uh, moet je even nadenken. Van, oké, okay, doe ik het nog wel goed? Mm -hmm. Ik denk, ja, maar wacht eventjes. Wacht even. eventjes. Uh, die heb ik van, uh, ik heb bijvoorbeeld de jongens die, konden kon nog niet eens een C-partij krijgen. Die is nou al, uh, Jordan Piqueur die kon niet eens een C-partij krijgen, kwam bij mij. Die is nou al 6, uh, 7 jaar geloof ik kampioen in Japan. Ja. Nou, uh, en, en zo zijn er ook andere die vochten voor een taal die gingen met een goed contract. Zo die ik lood Dan kijk en dan opeens, ja die is gewoon weg. Ja, oké. Okay. Jammer, maar dat, ja. dat wil niet zeggen dat hun bepalen wie ik ben. Nee. Schap je? Ik bedoel, uh, ik ben gewoon mezelf en ik sta voor mezelf. En ik weet wat ik kan, en ik, maar ik weet vooral wat ik niet kan. En uh, een van de dingen wat ik niet kan is... Uh, nee, zin geven. Ja. Dat, 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 dat gaat gewoon niet. En uh, ja, dat kan je gewoon vergeten. En dus ja, daar ben ik er niet klaar mee. En wat heb ik gedaan? Even tussendoor. Uh, ja, hun waren weg. Nou, oké. Okay. Uh, kijk, uh, Chico komt eruit. Plaasjebad komt naar boven. Jamal meldt zich. Die is even uh, een keertje veertig bij de geworden Ja. Dus, uh, dus dat, kijk, dat, uh, dat is het. En die andere gaan zich bepalen niet of hun blijven of weggaan. Dan moet ik dan vragen nee. of ze alsjeblieft willen blijven. Ik heb ook met geen enkele vechter een contract. Nee, nee ik, dat weet ik. ik heb gewoon een hand en uh, laatste, ja. dit is het. Want als je je niet bevalt, dan moet je gewoon weggaan. Weet je, ik heb niks dat jij in mijn les een beetje gaat lopen, kloten. Dan heb ik liefst dat je weggaat. Mm -hmm. Nee, maar je bent wel iemand, al zo ken ik jou, die heel zwaar tilt aan loyaliteit. Tuurlijk. Jij bent zelf heel loyaal aan mensen. Maar je verwacht Doe. diezelfde loyaliteit terug ook van de mensen waar jij je je energie in steekt. Oh. Dus als mensen dan die loyaliteit niet nakomen of niet waar kunnen maken, no. dan steekt het je wel toch? Maar het is. Maar kijk, weet je wat me meer steekt? Het, uh... Ja, ik vind het erger als ze dan weggaan. En ja. ik zie ze nou zo lopen, kloten jongen. En dan denk ik, oh jongens, ja. jongens, jongens, jongens. Wow, dat weet je het. ze ziet en dat je denkt je kan ze veel beter. Ja, hoor, je kijkt eventjes op Instagram. En dan uh, denk ik, nou, als dat het is, dan wordt het echt moeilijk uh, dit weekend, zeg maar. Ja. Uh, mm -hmm. <laughs> de, ja. 9 van de 10 keer heb ik gelijk. En dan is het, ja. En dan heb ik ook niet van, zie je wel of lekker voor je of weet ik veel wat. Uh, ja. ja, maar het is wat je hebt zelf voor gekozen, ja. toch? Ja. Ja, dan is het ook, als je het niet wil, dan hoeft het ook niet. Nee. Nee. Wel, uh, in, dat, in dat rijtje van die vechters die ik net noemde. En dat vond, vind ik, ik persoonlijk echt leuk om te zien. Dat je hem weer in, in de arm hebt gesloten. Is Myrtle Die is natuurlijk een tijdje ook weg geweest. En volgens mij waren jullie al wel weer een tijdje een beetje aan het flirten met elkaar. Uh, ja. Maar nu is hij volgens mij echt definitief terug. Ja. Ja. Maken, ja. ja, okay, ja. ja het, is het was zo. Uh... Fernando was aan het vechten in Den Haag. En wij zitten natuurlijk weer net in de kleedkamer naast hun. Of we moeten. Ja. En hun hebben weer de kleikamer met de wc. en wij weer niet. Dus ja. Weet je, er zijn al van die dingen gebeuren. Toen, ook toen hij moest vechten. Ik zei, nou, ik geweld te komen gaan eerder. Weet je, omdat het later dan hoeven we niet elkaar tegen te komen. Weet je, met mm -hmm. doen bijvoorbeeld. Ja. Dat zijn ook van die dingen. Dan wordt er, wordt er een shirt op, op hem gegooid. En dan staat hij te kijken. En dan komen die jongens van door bij haar En, uh, ja, zijn gabbers, die. Uh, die waren verdrukbaar met iets anders, geloof ik ja, dat kan niet, meer. Dat, dat soort dingen. Nee, dat kan niet, dat zou bij mij uitgebreid. Nou nee. Maar oké, okay, is goed, luister, Het is wat het is. Het is geen verwaard naar de jongens toe of zo. Dus heb je, maar ik bedoel, ik zat er iets anders in. Um, ja, dus toen kwam ik hem in Den Haag tegen. En, uh, en ik hoorde opeens iets of zo. Maar ja, je, je kent mij, ik ben ook vaak een beetje afwezig. Of even in mijn telefoon of weet ik veel wat. Oh, oh, oh hey oké, okay, dat was hij. En op kwam hij uh, binnen en hoorde ik Milano zeggen: ja, Wat doe je, man? En ze nou van hij nee, op begin met omhelzen. En ik denk ja. en toen, nou ja, toen dacht ik: van, ah. toen heb ik hem eerst uh, een WhatsAppje gestuurd, weet je niet. Nou, dan zijn we gaan praten. Uh, ja, toen zijn we gaan trainen, ging goed. Nou, ik help je gewoon even. en Toen, ja. is hij toch nog weer even een beetje, beetje ja, beter. Weet je. Kijk, kijk ik, ik kan het hem niet eens kwalijk nemen. Er zijn ja. gewoon mensen die zeggen de dingen daarom te zeggen. Die mensen hebben er geen verstand van. Ik heb 18 jaar, heel raas om hem heen weggehouden. Mm -hmm. En opeens, ja. Dan, dan ja. Uh, dan uh, laden ze zich toch in. En ja, dan worden ze opeens weggetrokken. En ja. Weet je. ze ja. daar kan er niks aan doen. Ja. En nu, uh, ja, nu zijn we weer gaan trainen. En ik zeg, ja, jongen, weet je, weet je wat je nou aan het doen bent? Ja. Weet je, met alle respect. Dit is, dit is, dit is, nou, als je nou in de laatste. Je zit in de, in de, in de herfst van je carrière. Mm -hmm. eh, maak er nog het moois van. Ja. Ja, dit. Jongen. Laat mij nou maar eventjes. Dus ik ben gaan bellen. Met, met Robbie. Nou, oké, okay, is goed. Glory wil hem terug. Ik zit dan nog aan kickboksen. Ja, ik wil ook MMA doen. Dan zeg, nou weet je wat we doen. Als je het tegen die tijd MMA kan doen, ja. dan vraag je of dat mag. Nou oké, okay, dat kon. Er zijn wel een paar opties hier natuurlijk, Van, ja, Je kan niet als kampioen even ergens MMA gaan doen. Ja, glad afslaan, want het slaat nergens op. Dus nou ja, trouwen en, en gaan trainen. Ja. Snap je? En nu komt hij weer terug voor de titel, uh, Zijn. Ja, maar ja, dat zijn natuurlijk ook een beetje de voordelen. Uh, van. Ja, de, de. samenwerking. wie ik al natuurlijk al tijden heb met Glory, met Romy. Mm -hmm. En dat je gewoon met dingen kan, ja, gewoon kan zeggen. Ja, maar, kijk, tegen wie moet hij dan terugkomen? Ja. Natuurlijk, uh, noem er iemand op. Moet hij dan tegen die tegenstander van Chico vechten? Ja. Of uh, snap je? Of, uh, ja. Nee. Nou ja, ik vind het heel logisch. Ik, ik ben vooral heel blij. En ik, ik, uh, ik, weet wat voor lange geschiedenis jullie hebben. Hè? Want Jury uh, uh, Messi is natuurlijk jouw gezichtbepalende vechter, letterlijk, want is, daar staat in je logo. Ja. Maar Murto is ook een van die vechters. Die vanaf eigenlijk van het begin, je hebt hem letterlijk van het parkeerplaats hebben, ja. heb je hem opgeraapt, ja. Die altijd bij jou is geweest. Ja. En hij is, weet je, een van de personificaties van een maxim vechter altijd geweest en hoe oh. dat ging. En dat ging een beetje wrang en ik, ik weet dat het je ook hoog heeft gezeten. Oh. Um, om jullie dan toch weer, ik vind het een van de mooiere verhalen van de laatste tijd, zeg ik eerlijk. Ja, ja vooral als ik het verhaal is bij mij als je dat met die titel op zijn middel loopt. En, en uh, dat zijn natuurlijk ook van die dingen. <kliek> Want ja, het is, dat zijn ook van die dingen waarvoor je natuurlijk bezig bent met trainen. He, want ik ben er weer allemaal terug aan het brengen. Ik moet er helemaal in conditie ja. en dit en dat en daar, en trekken en de benen moeten weer goed staan. He, je weet ik ben? Nee, benen moeten goed staan, handen moeten goed staan. Nee dit, nee dat. En hij treedt keihard. hard en dan is het hartstikke leuk. en, en zo meteen natuurlijk uh, ja, tegen al die asijnpisjes. Dan zeg ik nou ja, zie nou. je. Ja. Is de goede de goede tegenstander voor hem? Semelie? is het een is dat zo zeggen tegenstelde waar jij brood in zit uh, ja nee ja, moet moet eigenlijk uh, in die competitie in die, uh, uh, die 77 kilo competitie tegen iedereen kunnen vechten ja tuurlijk dus en het ding is van Myrtle, is al of was of is altijd hij kan van iedereen winnen hij kan ook van iedereen verliezen dat is het nadeel dus dan als je dan dat in achterhoofd hebt kun je gewoon bij het tegen de kampioen vechten en dan zien ja of nee ja, ik bedoel, ze uh, hebben het goed gedaan, maar was het ja. geweldig. Nee, tegen NABF Ja, een wedstrijd overigens die ook nog wel misschien wel een beetje discutabel was qua uitslag daar. Ja, maar. ik denk dat uh, Nabijev hem eerder verloren had, omdat kijk, als je gewoon uh, naar die wedstrijd, als je naar NABF kijkt, ja. die doet hele goede dingen, hele mooie dingen. Ja. Alleen hij heeft altijd weer iets. Snap je, waardoor mensen, bijvoorbeeld, zeggen, ja, weet je, ik, 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 moet, ik moet die maar niet. Nee. nee. Dat, is, en dat is een beetje dat gunfactor. Hij is niet aaibaar zeg maar. Weet je, en, eh, uh, snap je? En dan die trucjes. En en ik denk ook, als hij die achterwege laat ik denk ook ja. dat hij, dat hij waarschijnlijk daarom uh, niet gewonnen heb. Want ik, ja. Ja, ik, ik, weet, ik weet het niet. Ik. Uh, ja, extra ronde bestaat niet natuurlijk hè na vijf rondes nee. dat is het nadeel dus ze moeten iemand kiezen ja Tito was vakant natuurlijk ja, ja. dus ja het, het beste zou zijn eigenlijk dat hun uh, dat dat uh, eigenlijk uh, misschien uh, Volgende dag terugkomen komen we nog een keer te vechten. Ja. Dus... Nou ja, het kan. Kijk, we hebben toen uh, nog niet zo lang geleden bij UFC. Er was een vakante titelpartij tussen uh, Blagapwies en Ankolaïve. En dan zeiden we gewoon na vijf ronden: er is geen winnaar. En toen bleef de titel vakant. Ja. Had ook nog gekund. Ja, maar zover zijn we denk ik nog niet in. Uh... met kickboksen. Nee, nee, de... nou, misschien niet bij glory. Het zou wel moeten. Ja. Heb ik, ook, ik heb ook alles voor of zo. Als die mensen gewoon uh, slecht vechten. Of als iemand gewoon, weet je, ook al eens ziet, in de eerste ronde, dan moe begint te worden. Ja. En gewoon zeggen: nou, wazen jongen. Uh, stop er maar mee. Ja. Je hebt deze wedstrijd verloren. Dit slaat nergens op. Daar pleit ik altijd wel voor. Weet je, niet voor een. Uh... Eigenlijk net als met Holland want weet je, krijg je drie kruisen en dan moet je eruit. Ja, ja snap je dus, kijk, en in het, in het, mensen weten het ook, en dan hand lachelt zeggen. Ja, ik heb maar twee weken voor deze partij getraind. En ja, dan neem je je werk niet die serieus dan, is dan waar je wel voor betaald wordt. Ja, ja maar niet alleen waar jij voor betaald wordt, waar mensen voor betalen om jou te kijken, ja. uh, te zien, sorry. Ja. Snap Dus dat is belachelijk. dat moet je gewoon niet doen. Dat, dat vind ik. Weet je. Kijk, uiteindelijk is er maar één de baas, dat is de consument. Ja. En die bepaalt waar hij zijn geld aan uitgeeft. Ja. Maar hij gaat zometeen zijn zuurverdiende geld niet uitgeven. Als je natuurlijk drie keer geweest bent en van de zes partijen heb je vier, vier kutpartijen. Ja. Snap dus je? Of, of je krijgt wil niet, tegen kan niet. De ene wil het niet, de andere kan het niet. Ja, dan, weet je, dus dan, dan, dan denk je ook van nou weet je, ik, uh, misschien is een avondje artis ook leuk. Ja. ja. Altijd, ik vind het, het is altijd gezellig om ja. de hoek. Ja. Maar ik, ik, weet, ik neem elke maandag met Gilbert een podcast op. Ik ja. heb met Gilbert heel vaak discussies over. En Gilbert is wat dat betreft de oldschool. Die is van uh, een wedstrijd die, uh, waar geen kou valt. of waar geen finish komt. die heeft geen winnaar. Die is van: weet je, je moet gewoon een wedstrijd finishen. en anders dan is het gewoon onbeslist. Ja, dat hebben ze bij uh, Tadneft. Ja. Ja, maar ja, kijk, als iemand nou veel beter is. maar je bent geen knock-outer. Ja. Zoals die Nabijev bijvoorbeeld. Ja. Nee, precies dat is dat is wel een hele goede vechter. Zie ja. dus je? Kijk, ik is zonde. Ja. Ik kijk er graag naar. Ja. Maar... Dat is, is normaal, het is ook niks te nadelen voor simuleren. Nee. die vind ik ook een hele goede vechter. Ja. Dat is ook een stoere geval. Is vergelijkbaar qua stijl wel met, uh, met Nabijev? Ja. ja. Maar het is, dus, dus kijk, en stijl makes fight. Ja. Dus als die stijlen te veel op elkaar lijken is nog niet zo geweldig. Even ze, ze klaar een beetje op. Snap je? Ik bedoel, dan heb je twee. Uh... Hoe noemen ze dat? Een einde-eigen trailing die elkaar probeert te foppen, maar ze ja. denken toch hetzelfde. Wacht ja. even, nu schrijf ik even op. Ja. Ja, toch? Ja. Ja. Ja, ja. ja. Twee ja. einde-eigen goochelaars. Ja. Beter dan gewoon met één oog. Die ja. nou, niet dat het in je hoofd goed zit. Nou, wat, ik, wat ik wel leuk vond om te zien ook, uh, bij die laatste Glory, was wat al jarenlang het best bewaarde geheim van mij was, was Chico. Ja. Dat hij nu eindelijk, eindelijk zijn kans krijgt in Glory. Want jullie wisten met z'n allen al lang ja. hoe goed die man is. Of jongen, moest je misschien wel zeggen. Nou, jongen is hij. Ja. ja, nou, Chico is ook zo'n. Uh, die is eigenlijk in de. In de volgende lijn zeg maar, weet je niet, je hebt natuurlijk, kijk, als je dan kijkt, je hebt eerst, Jodi, toen kwam Myrtle, dan kwam, uh, zeg maar, uh, Piqueur, die daar ja. nou nog bij mij zit dan, hè. Mm -hmm. uh, en dan heb je natuurlijk uh, Chico. Ja. Dat zijn, zeg maar, dat is een, een lijn maximum vechters. Ja. Die, uh, ja. Die het gewoon heel goed doen. En Chico, en, en, het, het, het was een beetje Frank voor hem. Want hij ziet jongens vechten, in glory ja. die hij lang verslagen heeft. Ja. Snap je? Dus dan denk ik van ja, dus ik zei van ja, Chico, ja ik weet het niet. En dan uh, ja, bijvoorbeeld kwam bij die Amari Dietrich. Nou, die gasten, dat heb, die heb je nog nooit gezien, die, die draaiden zich gewoon met die tijd zo. Nee, 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 stop, stop, stop. Een vechter. En, die, en ja. Chico, die moest nog even verder uh, ploeteren. En die Amari Dietrich, die ging glorie in. Snap ja. je? Nou, dan heb je natuurlijk Robin Sienitsch, waar hij van gewonnen heeft. Mark Traasberg, waar hij van gewonnen heeft. Uh, hoe heet dat? Uh, Jay Overmeer, die het heel goed doet hoor. Ja. Uh, die, die, die wint die drie rondes van mij, loopt op een hoge trap. Dus dan zou je denken: oké, okay, twee rondes voor Chico, uh, acht tellen, dus 10-8 voor, uh, voor Overmeer. Ja, dan is beslist. Dat is onbeslist. Dus ze kiezen gewoon voor die Overmeer. En als je dan toch een winnaar moet kiezen, dan had je eigenlijk voor Chico moeten kiezen. Maar, ja, maar dan, dan wil ik het ook niet over hebben, want dan ben ik weer een ja. smp Kijk, dus daarom zeg ik. En, hij heeft natuurlijk bewezen overmiddag dat hij het heel goed doet. Mm -hmm. Ook afgelopen keer tegen die Jamie Bates. Geweldig, ja. toch? Dus, dat is geen makkelijke tegenstander tegen nee. die Bates. Dus we zijn nog maar eventjes uh, nog een Hovet, uh, glory, uh, glory uh, Hovet. Die heeft tegen uh, Hamisha gestaan. Ja. In Turkije. Live op tv. Dus ja, dan moet je toch echt wel winnen. Op KO. Ja. En dan moet hij eigenlijk tien minuten op blauw liggen. <laughs> en in de derde rij liggen, ja. Wil je, wil je dan de winst krijgen? Maar ja, wij, na drie rondes. ja, dan zag de man er al niet zo heel best meer uit. Maar ja, ik was dus geen acht tellen gevallen. Nee. Om oh, maar eventjes zeg maar, de theorie van Gilbert tegen te gaan. En uh, toen was het een extra ronde. Dat hebben we nog even een tikje overgedaan. Ja. En een beetje aangescherpt hier en daar. En toen krijgen we toch die winst ook. Ja, en kijk, en dan opeens zijn er nieuwe mensen aan het zoeken. En dan is het natuurlijk niet meer moeilijk om, uh, om Chico naar voren te, te brengen. Nee, nee. Want de oude Lars, uh, hoe heet die? Sergei Braun. Ja. In Duitsland op zijn gala. Ook gewoon even een pak slagen geven. Ja, die komt eventjes uh, binnen. <laughs> die wordt gehaald als een nieuwe vlaster. Ja. Ik denk, oké. Okay. Maar die hebben we. Dus de zei ik tegen Robbie: Robbie die hebben toch gewonnen, ik zei nou, Mark, het komt wel goed, maak je niet druk. En ja, uiteindelijk opeens ja, daar was hij dan is zijn het debuut. Ja. En uh, nou ja, dat, dat, ook dat uh, het is voor hem op het juiste moment gekomen, dus laat voilà, wel Leeft hij helemaal op en hij is helemaal blij en happy en uh, Mooi. Ja. 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 Wat, wat maakt hem zo bijzonder? Ik weet, ik heb wel spanningssessies met hem gezien en doet hij hem af en toe dingen doen. Dan denk ik wat dat kan ja. helemaal niet. Chico doet alles. Ja. Chico slaat twee handen tegelijk. Ja. Snap je, die, uh, die, die geeft in één keer twee stoten vooruit. Of hij uh, doet in één keer twee, twee stoten. Of, snap je, hij staat tegen je en opeens stapt hij naar achter, geeft hij een hoge trap in je Hij uh, stoot uit de meest rare posities. En hij is heel snel. Hij lijkt heel traag als je zo kijkt. Denk je, hè? En hij is heel snel. Je ziet ook bijvoorbeeld de eerste knockdown die hij geeft. En dan een paar keer geoefend met hem. Dat opeens die gozer die komt eraan. Hij zit één stap naar achteren. Hij laat hem missen. En opeens plaatst hij de stoot tussen twee stooten in. <laughs> en die gozer die... Die denkt van, uh, oké, okay. maar ja, het lijkt net of tegen, hij uh, uh, tegen de vier Panda <laughs> loopt met 50 kilometer per uur. Ja, tegen ja, ja. die Fiat 500. Ja, die Fiat 500 mij. En uh, ja, dan, dan zet hij opeens op de grond. Snap je dat? Ja. En ook alles is loeihard voor hem. Dat, uh, dat er wel weer. Ja. Is wel mooi. Ik vind het mooi om te zien. Er komt wel links en rechts ook ja. uh, het niet, Zoals Chico en J of meer die dat ook goed doet. Maar ja. ik hoor, je ziet wel wat, wat talent rondkomen. Aan de andere kant uh, zit kickbox misschien niet in de beste fase ooit. stuk. weet je als je kijkt, Rico al heel hele tijd niet gevochten. Uh, Badder van wie gezegd wordt dat hij gestopt is. Maar niemand weet dat volgens mij helemaal zeker. Alistair, uh, die uh, in het strafbankje zit, Jamal, die in het strafbankje zit. Uh, is, wel, uh, let ik wat klappen te verwerken gaat de laatste tijd. Hoe, hoe zie jij dat? Hoe zie jij de, de toekomst? toekomst? Uh, ik kijk, kijk er anders naar. Ik zie. Uh, Doordat Clory nu uh, natuurlijk ook die rivals heb, ja. dan vergroot je de pool toch. En, uh, nou ja, ik roep al jaren dat er een achtbalsverhaal uh, moet komen. Mm -hmm. Nou, nee, die ja. komt er nu. Ja, maar die hebben we het ook echt gedaan een paar jaar geleden. Dat was ook hartstikke leuk. Ja, maar dat, dat was zonder de grote mensen. Ja. En nu komt er acht erin en iedereen kan erin. En als je ja. gewoon goed kijkt, natuurlijk. Uh, Elles er op de strafbank. Maar een jaar schorsing gehad. Dus ja. voor december is die schotting over. Ja, dus je kan mee doen. Dus zou die we mij kunnen doen. Uh, Jamal ja. mag je in november weer vechten. Dus ik kan in november vechten en in december vechten. Uh, Bader Die. Uh, nou, komt het. Ja, nou ja, is een phoenix. Die is er. Die raast weer op. Ja. Ja. Doet hij dat ook met jou in zoek? Ja. 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 Hm. Nou, ik ga op alles Alice. En die dacht nou belt hij op en uh, ja wat vond je ervan ja wel van, van het galen ja. als het nou van de Westen uit. dus toen heb ik hem mijn analyse gegeven. En ze ja kan ik je later terugbellen ja is goed dus uh, vooral dan zat ik gewoon op vakantie en als ik terug ben dan bel ik je op is het goed Oh, je me nummer toch? Ik bedoel, uh, bijvoorbeeld maar ook de enige die uh, nog steeds hetzelfde nummer heeft van uh... van uh, tig jaar geleden, ja. <laughs> ja. Toen we nog allemaal zo'n draaischijf hadden, ja. Ja, dus ja en, en uh, dan, wordt het, uh, dan wordt het weer uh, dan wordt het weer interessant in die divisie. Uh, Rico, ja, dat heb niet hij heeft niet gevochten. Kijk, ik natuurlijk niet gevochten door zaadschuld. Nee, nee, het, dat is ook helemaal al geen. Is, het is heel simpel. Uh, maar die zat al, uh, wat ik veel, negen jaar in de top of zo. Negen ja. jaar is hij kampioen. Ja. O, zeg maar. Volgens mij dit jaar tien jaar zelfs. Ja, oké, okay, is goed. Maar er zijn ook twee coronajaren bij. Dus ja, okay. dan is het weer acht jaar. Hè. Ja, toch. Daar kan hij niet of, niks aan doen dat die corona er nee. was. Dus dat hij niet vocht. nou nee. toen hebben ze natuurlijk ook een afspraak gemaakt. En in die afspraak, omdat hij het zo goed deed voor Clorie, mocht hij zijn eigen galen geven. Mm -hmm. En dan kun je moeilijk zeggen, ja, maar dan moet je even dat vechten. Nee. nee dat spreek je af, dan moet je nakomen. Hij is niet nagekomen, dus daar is niks mis mee. Hitted, uh, was dat? Klopt, nou, dat Dacht hij, hij, Ja. Dus nou, die heeft hij ook gewonnen. Uh, ja. Uh, Roshick hebben ze weggestuurd, mm -hmm. maar ja, uh, van mij mag hij teruggehaald worden. Ja. Ja. Ik denk niet dat hij nog haalbaar is, Roshick. Want Volgens mij zoals ik nu in eigen land grootster aan het worden bij KSW. Ja, oké. Maar dan kunnen we hem wel kickboxen of niet? Ja, tuurlijk. Maar dat moeten dus wel een beetje betalen, denk ik. Ik denk dat hij daar ja. meer, eigenlijk meer centjes krijgt dan Glory Dat zou kunnen. Ik, ja. weet niet, ik weet niet wat hij betaald krijgt. Ja. Ik hoop het voor hem. Oké. Okay. <laughs> ja, toch? Ja. Oké, okay, maar laten we eens op het rijtje. Dus jij zegt Alistair, ja. en, uh, Badr in het toernooi? Ja, dat zou kunnen. Ja? Jamal in het toernooi? Ja. Rico in het toernooi? Ik denk niet dat Rico het toernooi wil vechten. Nee. Dus het zou, het zou ook voor kijk. Um, en Rico is natuurlijk een uh, je hebt het natuurlijk de afgelopen jaar uh, zomaar uitzonder gedaan. Hij mm -hmm. blijft niet zo lang kampioen. Hij heeft toen ook uh, meegedacht met Glory en daardoor in, in de plaats van heb hij natuurlijk ook een hoop uh, gebakjes gekregen. Mm -hmm. nee. En maar we hebben het wel opgelost. We hebben het opgeknapt en gedaan. En ik denk namelijk dat Rico niet zo'n hele goede toernooivechter is. Nee. Hij, er, hij zegt hij ook zelf altijd: hè? dat hij dat niet omdat het toeval een te grote factor speelt. Dat, dat hoort er ook bij. Kijk, dat is bij ons ook, kijk, onze stijl is ook niet gemaakt voor toernooivechten. Nee. Maar ik vind tonij wel tof. Ja, <laughs> ja, ja. toch? Dat dus. is het mooiste wat er is. Dus ja, nou, zo zijn er uh, wel meerdere die nog kunnen komen. Ik hoop dat ze er de laatste 16 bij doen. Ja. Gewoon. En uh, het, zou, het zou mooi zijn in september. Zoals het hoorde, hè, in K1. En, ja. en, 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 en dan zou ik misschien voor pleiten om te uh, <coughs> zeggen, laatste, ik zou er nog een, uh, een open inschrijving bij doen. Dus mm -hmm. bijvoorbeeld. Uh, als uh, iemand van een andere organisatie, Martin Terpstra bijvoorbeeld, mee wil doen. Ja. Die is kampioen daar, op het laatst. titel verdedigt, moet je wat meeschrijven. Wat de meiden doen, dan zit hem aan de andere kant. Omwoudkaartsen. Uh... Ja, nee, nou, kijk, je hebt 16 partijen, je hebt acht uh, wedstrijden. Mm -hmm. Maar er moeten er altijd tien zijn. Want je hebt natuurlijk uh, twee reservepartijen. Als het niet gaat, je, je, moet er een wildcard zijn voor als iemand in de laatste 16 uh, uitglijdt. Eh? Dus dat kan ook gebeuren. Of geblesseerd raakt, niet mee kan doen. Dus dan kun je altijd nog een andere, zeg maar een huidige ding erin zetten. En een, ja, en als Rico bijvoorbeeld beslist. Dan het, nou, weet je wat, het, het is toch wel een hele grote hype dat toen wil toch wel meedoen. Ja. Dan kan zo iemand natuurlijk een wildcard krijgen, want daar hoort er wel bij. Ja. En dan krijg je die wildcard op. Uh, uh, hoe heet het? Verkrijgen competenties ofzo? Of, ja. Dat uh, is zoiets. In ieder geval. Uh, op, uh, je krijgt een wildcard op, uh, op vroegere op prestaties ja. of op naam. Status. Of misschien die, heeft iemand hartstikke goed gevochten en de juryaanslag Dat weet je, dat was een beetje dat je zegt van uh, oké, okay, dan gooien we hem er maar in. Ja. Snap je? En, dan, en natuurlijk er zijn er ook genoeg reservevechters die, die er ook in kunnen. Nou ja, snap je? Dus ik denk namelijk. De laatste 16 is zo mooi zo. Dus dan wordt het niet 16, maar dan wordt het 20. Dan kun je daaruit kiezen. Dan, nou ja, die, 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 die zitten erin. Die, die vechten tegen elkaar, daarom heb je twee reservepartijen. Want de winnaar en die winnaar van de reservepartij. Die vechten, ja, zeg maar. Waar. De ja, reserve die die toernooi, de ja. voor het toernooi. Want als er iemand uitvalt. dan moet er toch iemand in kunnen stappen. Ja, ja. oké. Okay. Um, het zou natuurlijk wel mooi zijn als Rico dan in, daar wel in meedoet. Laten we het hopen. Ja. ja. Het, het probleem is dan, als je Rico in het toernooi zet. Uh, tegen wie moet Rico dan zijn titel gaan verdedigen? Want je hoopt natuurlijk dat dan uit het toernooi. een winnaar komt. Die daar automatisch gekwalificeerd wordt voor een titelgevecht? Ja, nee, aan eerst heb je natuurlijk nog het andere toernooi in april. En de ja. winnaar daarvoor vecht tegen Plasibat ja. En de winnaar daarvoor nou, uh, vecht tegen Rico. Ja. Nou, oké. Okay, dus ja. dus dat, uh, nou, ja. dat. Dus dat kun je ook los doen. Maar daarom zeg ik ook: Rico, die zou gewoon de hele boel over kunnen slaan. en gewoon in het toernooi geplaatst kunnen worden. Ja. Want ik vind dat hij dat wel verdient. Snap je? Dus uh, en, uh, en dan als je dan heb je natuurlijk zometeen de toernooi kampioen. En dan heb je de gewone kampioen. Mm -hmm. Dat is ook weer een hele interessante ja. in wedstrijd. Ja. Dus uh, de toernooi kampioen de gewone kampioen is. Ja. Ik kan ook zoals Bellator, die heeft dan ook zo'n Grand Prix. Die doen dan niet toernooi bijna op een half maar toernooi over, ja. uh, de, over een periode van tijd. En als daar de kampioen, zit dan ook in het toernooi. En als hij vecht in het toernooi, ook zelf als in de kwartfinale, dan staat automatisch de titel op het spel. Dus dan kan je bijvoorbeeld als je tegen de kampioen vecht in de kwartfinale, kan je niet alleen de halve finale, maar je kan ook kampioen worden. Oké, okay. nou, dat is misschien een optie. Ja. ja, toch? Je kan alles pakken van alle organisaties. Ja, daar alle... hogere stakes in een beetje. Ja. Ja, ja daar zit natuurlijk altijd. Ja. Zit altijd welke oog aan, natuurlijk. Dus, ja. ja uh... oh. Ik wil eerst gewoon graag gedacht. Ja, ja opties erover. Ja, ik hou sowieso erg van toernooien, Jij hebt ze natuurlijk heel veel van dichtbij meegemaakt. Ja. Dus het, 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 het summum van, uh, van vechten. Uh, drie keer op een avond jezelf moeten bewijzen ja. met alles wat erbij komt. Um, maar het grote nieuws in het verhaal, je, je raakt het er net al een klein beetje aan, is dat de bad er dus inderdaad nou, niet gestopt is. Althans. Nou, ja, we zullen even kijken of we de motor aan kunnen krijgen. Ja. Snap je, dus dat is, dat is uh, wat we doen nu. En voordat we natuurlijk naar buiten gaan roepen dat we, dat we eraan komen. Ja. Dan zijn we gewoon even, even ja, de motor aan het starten, testdrijven, of zoals het heet. En, uh, proefritje, en, maken, ja, ja. Een proefritje maken. Ja, proefritje maken, ooit vissen. Ja, en je <coughs> weet wat er onder de motorkap zit, want daar heb je al lang al onder gezeten. Ja. Um, ik had het altijd in mijn achterhoofd gehad van toen hij in de, de Gelderdom toen zijn afscheid aankondigde was het al een afscheid met een, met een behoorlijk volbehoud voelde het in ieder geval? Of, ja. Het voelde niet definitief um, wat is ook niet definitief is dat ja, hij al twee keer is gewisseld tussen jou en tussen sb jim um, heb jij daar nog zelf volbehoud om gehad om hem nu wel weer terug te nemen ja ja uh, als mette natuurlijk mette iets langer bestaat langer bij mij mm -hmm. Ja, ik zit nu natuurlijk ook 15 jaar. En we hebben heel veel... Uh, we hebben heel veel... heel mooie momenten gehad. Ja. Snap je? En... Uh, kijk. <coughs> en... Uh, uh, maar er is iemand, daar kom je een kaartje voor en dat blijkt. Mm -hmm. en het is toch helemaal zes zonden dan zou je iemand verloren gehad. Voor, 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 voor het kickboksen, voor glory, voor Videoland, voor noem het maar op. Snap je? En, uh, uh, ik zei ook tegen hem, je moet niet altijd finales vechten. Weet je niet, nou waren de laatste paar partijen niet echt finales. Maar, uh, nee, je mag al eens een keer een. Tussendoortje doen. Hadden ze veel leren moeten doen. Ja. Als je dan kijkt naar Fedor, ja, die, maar toen was het internet, ja. niet wat het nu is. Die volgde eigenlijk een gouden De ogen waren geel, het wit was geel, dus het was iets ver met zijn leven denk ik. Uh, die man die moest in twee stoelen zitten in de vliegtuig. Die stond op twee weegschalen. Als hij van hier naar de hoek liep, uh, moest hij twee keer stoppen. Maar dat was dan zogenaamd een... Uh, een uh, zoon van een, van een uh, stamhoofd, ergens uit, uit de jungle en ja, dit ja. en dat. En die moesten het tegen Fedor. Nou, die, nou, die, die lossen dat wel even op in de eerste ronde. Ja. Snap je? Het zou op die, de meerdere gehad. Ja. En die jongens kwamen wel om te vechten, maar die konden het gewoon niet zo goed. Maar nogmaals, toen was er geen internet. Nu google je ze en dan komen de hele doopsel eruit. denk je bij oh, zo'n... Dus uh, anderhalf jaar geleden nog auto Of ja. ja, 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 ja. licht vervangen. Nou ja, uh, was voor natuurlijk eigenlijk zo'n tussendoortje aanvankelijk. Ja, maar toen was dat te laat. Ja. Snap <laughs> ja. je, zo simpel is het, toen was het al te laat. Dat hadden ze veel eerder moeten doen. Stap, dus mm. dat, uh, Ja, dan kan je zeggen, ah, oh, iemand is badder. Uh, je moet ook een beetje in ogen en schouw houden. Lang niet gevochten, uh, zo heeft hij. Mm. Weet je, ja. Kijk je gewoon naar, uh, je ging vroeger, kijken naar Mike Tyson. Of je kijkt naar met Ali. Die, die de kijk je niet, uh, uh, ja, kijk, die, die toppartijen, die worden geweldig. Ja. Maar als hij tegen, weet ik van, wat, vocht uh, tegen Rudy Lubbers. In Jakarta, daar vonden wij dat ons Nederlanders leuk om te zien. Ja. En de hele wereld vond het ook leuk om te zien, maar niet omdat Rude lubbers aan het vechten was. Die kijken voor Marali. Daar ja. snap je, daar koop je een kaartje voor. Ja. Nou, dus ja, die, dat, moet je gewoon, ja dat, dat, dat moet je gewoon een beetje behouden. Ja. En dan zeg ik, ook, laat ik van maar die mensen dat stadion trekken. Ja. En daardoor kunnen bijvoorbeeld andere talenten als het ook quasi kunnen opvallen. Sabine, je, je, je kan over op kan zeggen, ja, nou ja, uh, hier is... Uh, kijk, uh, soms is het geweldig, uh, top. Soms is het, nou ja, het was niet zo goed, maar dan heb je die gezien. Ja. Adios, of dat was een leuke partij. Ja. <coughs> en dan komen opeens mensen uit de schaduw die eigenlijk... Tuurlijk, kijk, hij, hij heeft ook die rol dat hij als kat, of als in de Slipstream heel veel mensen mee kan nemen, want mensen komen van buiten kijken. Um, wat jij net zegt, dat hij nou, weet je, af en toe zo'n tussendoortje moet in dat licht bezien. Vind jij dan dat hij dan, in de ideale wereld, hè, als we even het scenario sketsen van als jij het voor het zeggen zou hebben, dat hij dan meteen in dat sessie of in het achtman toernooi instapt, of dat hij daarvoor nog even een partijtje draait? Ja, hij moet ervoor nog twee partijen draaien, natuurlijk. Ja. Dus, wat heb je dan? Nou, man als hij in, het, uh, in de laatste zin voor dat hij krijgt die wildcard ja hè? ja dan moet je zeggen ja maar gebaseerd op, op wat Staat je ja wat het 20 voor jaar geleden nee dan krijgt hij krijgt die wildcard gebaseerd op of krijgt een wildcard Oké, okay, is je wel een vorm hij, weet je ja. hij moet draaien ja Precies. Hij moet draaien, hij moet ook meer draaien. Ja, en dus, dus maar ja, kijk, en Dat jaar, is mijn of mening of dan. Hè. Ja. En dan, één nee, keer per jaar, dan voor de begrijp geloof ik, één keer in anderhalf jaar of zo, ja. of één keer in twee jaar. Ja, dat, dat gaat niet, nee. weet je. En dat tegen iemand die, weet ik veel, drie keer per jaar vecht. Ja. Dus ja, dat, dat, weet je, dan kom je gewoon steeds weer. Die, je moet, weet je, voordat je de ring in gaat, moet je weer een berg overwinnen. En, en, en dan je, af, ja, en, dan, en, dan ga je ring, en dan moet je doortrekken. We zagen het met Saki uh, tegen McSweeney. Ja. Kijk, uh, die, 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 die kaartverkoop ging niet zo heel goed. Dat Saki tegen McSweeney op die kaart kwam. Ja. Uh, toen ging het goed, weet je. Dat is ook de mensen die op het laatste kaartje kochten. Maar dan zag je natuurlijk, Jamal had veel, veel fans. Rico had veel fans. Maar iedereen stond op toen Saki opkwam met zijn Eye of the Tiger. En de, de, de dansie wat hij altijd erbij, want dat is geweldig. En uh, dan komt de ring in, en dan uh, is het bezig. Dan heb want die verkocht de partij ook geweldig. Ja, en, uh, en op een gegeven moment, ja, die zakje die krijgt een halve trap, half op zijn dekking, half niet, maar een uit. Mm -hmm. En ook de held ligt op de grond. Want dus je hoorde die hele gelre doom, die hoorde die. En je oh, Jezus. Oh, jezus. Wacht even, haar staat weer op. En hij begon het dus uit te delen. En ja. iedere stoot die die geeft, het hele publiek gaat erachter staan. Oei, oei, oei. Nou, en uiteindelijk, ja, hij heeft toch nog gewonnen. Nou, geweldig. En daar komen mensen toch voor naar het mm. stadion. En dan krijg je daarna toevallig Jamal tegen Rico. Ja. Wat ook een toppe tijd was. Dus dan Super heb je bedaard. een hele goede avond gehad. Ja. Snap je? En daarvoor heb je nog Benny tegen Plazibud, wat ook leuk was om te zien. Ja. Snap je? Dus... Ja, dan heb je een goede avond. Ja. En kijk, als je... En, maar dat kan natuurlijk niet... Als iedereen thuis zit. Want dan zit je te kijken thuis en dan is er een reclame, dan schakel je hem even over. naar RTL 4, ja. dan heb je Chantal's pyjama's party. denk hij is ook leuk. En dan ben je heb je daar weer drie, drie rondes van die gemist of twee rondes daar gemist. Ja. Of, snap je, dus dan zit je er al niet meer in. Maar daar nou zitten die mensen in het stadion. Ja. Dus ja, die opkomst was geweldig. Ja. Het zat dus 27.000 man. Ja. Geweldig, top. Ja. Chantal's pyjamaparty is een geduchte concurrent van vechtsportfans, ja, begrijp ik. Die zijn er op zaterdagavond. <laughs> ja, je weet je niet. <laughs> je, uh, je zit uh, voor de baas uh, ook in je pyjama. Ja, ik heb het zelf nog niet. <laughs> ik kan niet zeggen dat ik het ooit gezien ja. heb, maar ik ga, nou ga ik ja, kijken. Tuurlijk, ze in allemaal stoer door. natuurlijk. Maar we hebben allemaal wel een keertje gekeken, gesept, Dus Dat maakt allemaal niet uit. Ja, ook jij Dennis, ja, ook ja, jij. Ja. Ik durf niet te uh, bevestigen of uh, te ontkennen. <laughs> maar uh, uh, maar uh, goed, als ik jij zei, hè, dat meer partijen draaien en zo. Ja. Uh, als je het liefst nog twee. Het is nu bijna april, dan moeten we een opschieten. Ja, tuurlijk. Ja. Dus uh, als het moet gebeuren, moet het voor de zomer gebeuren, toch? Ja. 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 Zit dat in de planning? Nou ja, uh, uh, Als de motor loopt, loopt die. Dus ja. dan maakt het niet meer uit. Dat is juist het mooie van de kickbox. Als kickboxers zijn helemaal weer lopen of draaien. Maar dan moet je het doorpakken. Ja. Want wat gebeurde er nou bijvoorbeeld met Saki? Dan, dan kon hij weer vechten. Ja. En toen ging het weer niet door. En dan werd weer opgeschoven. En weer en dit. Dat ja, is ook weer anderhalf jaar geleden. Was... Weer... En kijk, en nou ja. is het weer anderhalf jaar geleden. Dus nu heeft hij weer dezelfde problemen. Maar hij heeft geappt dat hij er weer aankomt. Okay. Dus ook hij. Moet in het toernooi. Uiteindelijk wel. Maar hij moet eerst zeggen, manoeuvre. Ja, is dat al bevestigd? Ik heb gehoord, al hoor ik al de hele tijd dat die partij eraan komt. Als het goed is in juni. Ja. Op de collision uh, waar... Uh... Dus, ja natuurlijk. Dus ja, ja dus dan, dan, dan is het alleen de vraag van ja oké. Okay, dus ja. laat Saki daarna nou ook weer herpakken. En dan neemt je alweer twee publiekslievelingen ja. terug. Snap ja. je? En, het, en het, natuurlijk altijd, kijk, en de, de lievelingen hebben ook altijd een ultimate bad guy. En laat Ellison dan net de bad guy zijn. Ja. In het kickboxen, weet je. wat hoe. Ja, ja, snap je, er waren niet veel mensen voor hem bij zijn kaken. Maar ja, hij hoort er wel bij. Ja. Dus nou, laat hem, laat, laat, laat haar. Snap je, dus, er is genoeg te doen. Mm. Ja. Er is, uh, is een beetje creativiteit nodig, links en rechts, denk ik. Ja. Wel overigens, en dat is een kritiek wat je nog veel hoort onder fans, weet je, al de namen die je noemt, allemaal publiekstrekkers, Butter, al Elster, Zaki, uh, uh, Melvin, zijn allemaal wel al in minimaal de herfst, zo niet al de winter van hun carrière. Nou, dus dat komt, kijk, dat klopt. Dus die krijgen daar zometeen, omdat ik zeg van nee, hey, hun hoeven niet altijd die finales te vechten. Ja? Dan vechten ze tegen een jongere, gauw. Dan krijgt zo'n jongen ook een keer de kans. Ja. Om tegen een legende te zeggen. Om naam te maken. Ja. Dus eigenlijk hebben we Vrojczyk gedaan. Hè? Mm -hmm. Maar die is weer weggegaan, dat weet je. Ja. En dan kun je zeggen, ja, ja door, die, door zijn fans of weet ik veel wat. Oké. Okay. Weet je. Maar als hij nou in Clory had gestaan, wat een naam had hij daar gehad nu? Ja. Bijvoorbeeld. Ja, een man die uh, twee keer van aan het winnen was. En dan had je bijvoorbeeld uh, uh, Clory Warschau. Maar hoe mooi, kijk, kijk dan, en dan, dat is dus zeg maar de dingen waarvoor ik dan bijvoorbeeld is soms om half vijf bij bed heb gehad. Hoe mooi zou het wijzen dan bijvoorbeeld, oké, okay, uh, de wroosjek 3 in Warschau. Ja. Weet je, het, en, en dan met in het volprogramma de fans van Badder tegen de fans van Roosjek? Nee, nee. Nee, niet doen? Nee, natuurlijk niet. Nee, dat wordt te gek. Nee, okay, Dat nee, wordt te gek. Nee, maar helaas, kijk, 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 nee, dat, dat soort dingen, dat hoort niet op de feit. Nee. Snap je, dat hoort niet eh, hoort niet bij de sport. op de, op, op, op de vijf, maar, het, maar ik bedoel gewoon te zeggen, Ja, je vraagt van, nou, wat word je warm van, dat soort partijen word ja. ik warm van in het half van de loop. Ja. Klaar en, ja. en, en gaan. Ja. Snap je? Dus dat heb je. En dan heb je die andere jongens, ja, ze zijn met ouder. ouder, uh, Ja. Uh, als ik naar mijn eigen vechters kijk, uh, ja, zou uh, jonge jongens die opklimmen, ja, heb je bijvoorbeeld uh, zou uh, alles er tegen uh, Jamal heel leuk op het zijn, ja. voorbeeld, of zou uh, om een voorbeeld te geven uh, uh, oud tegen jong. Uh, Melvin tegen. Cookie. Mm -hmm. Wist We, uh, dat zo? Ja. Om maar iets te noemen. Ja. Weet je niet. Dus kijk, maar dan kan Cookie weer namaken. En in, in, ook in die volle stage. Dus kan hij ook weer naar die stage. En er zijn heel veel mensen die zeggen: Nou ja, weet je, het is nu een beetje tijd om eigenlijk afscheid te nemen van, uh, van die. Maar ik heb. Twee andere vechters ja. ervoor terugkrijgen. Mm. Sabine, je moet het een beetje ralen. Ja. ralen. En dan komt nou daar bijvoorbeeld, uh, 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 bijvoorbeeld die. Bijvoorbeeld uh, die. Hoe heet die daar? Uh, die nieuwe Marokkaanse jongen. En die begon heel, heel fris van SBJ. Die heavyweight. Ja. ja ik, ben, ik kan hem even niet naam, maar ik weet wie je bedoelt, ja. Nou, die, die eerste was, dat was toch heel leuk en, en aantrekkelijk. En, uh, mm -hmm. Ja, en natuurlijk kwam meteen, meteen die hype. Kijk, dat, dat moeten ze even laten. Geen laten we een beetje dit, maar als hij bijvoorbeeld uh, tegen een, uh, een Elses afvecht of zo. Ja. Dat is, ja. Dat, ja, dat, 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 dat is frisse namen, nou. dat is een beetje. de Maar nee, je, je moet die frisse namen maken. Ja, ja nee, maar dat je? bedoel ik. Ja. Dus kijk, dus, je moet de oude namen gebruiken ja. om frisse namen te maken. Ja. En als je nou eenmaal dat spelletje in je vingers mm -hmm. hebt, hè, want dat hebben ze hadden ze in Japan altijd. Want jouw badde kwam erin tegen Leiko. Ja. En uh, daarna hebben we gevochten tegen Karev. Dat, dat ging niet zo goed. En daarna tegen uh, Slowinski. Uh, na Slowinski hadden we Nicolas Petters. Dat was toen ook een oude gediende. Mm -hmm. En daarna tegen Karev weer. En weer. daarna was hij gewoon weer. favoriet. Ja. snap ja. je? Een mooie periode. Dus, maar ik bedoel, gewoon te ze zeggen, je moet iemand ook een beetje bouwen. Nou, ja, dit, nee, maar, dat... Dat be maar dat bedoelde dat, voor mijn gevoel, is dat te lang niet gebeurd, hè, maar. Is het te lang een beetje geparticiteerd op de Grote Dame en is dat aan de ja. andere kant. Dus ik, ik ben blij om nu te zien dat er weer wat nieuwe talenten doorkomen. Dat ze ook een kans krijgen. Dus dat, dat... Ja, maar welke andere jongens waren er toen? Ja. Dat je denkt van, nou, daar kan ik van naar huis schrijven? of zo. Nou ja, en Chico was er toch ook al en die liep toch wel rond. Ja, dat klopt. Maar, maar, was maar, was maar was ook heel jong. Ja. Ja. Over Melvin gesproken trouwens. Wordt dat, zeg ik voor jou, niet gek om tegen hem te coachen? Iemand waar je ook een lange geschiedenis mee hebt, veel mee hebt meegemaakt. Ja, het wordt minimaal apart, weet je niet. Maar aan de andere kant, heb je hebt ook de keuze gemaakt om weg te gaan. Hè? Ja. Dat is eigenlijk ook voor iedereen. Dus ja, als we dan tegenover elkaar moeten, dan zou het natuurlijk raar zijn om te zeggen van nou, dat doen we niet. Weet je niet, want nee. geld weggooien doen we niet. Zo, Tuurlijk niet. Zo werkt het niet. Nee, maar dat, kansen, kansen weggooien doen we ook niet. Het blijft zakelijk. En, 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 ja, en het zou, ja, het zou vervelend zijn. Maar ik denk dat het vervelender voor hem is dan voor mij. Ja. En in welke zin bedoel je dat? Nou ja, in, in de zin... Uh, kijk, uh, ik ken hem door en door. Hij is... Uh, ik ben altijd een soort met van uh, haal vast voor hem geweest. Mm -hmm. Naar de laatste tijd niet meer. En in zulke wedstrijden heeft hij dat wel nodig. Dus, ja. En ja, ik heb dat niet nodig in die wedstrijden natuurlijk. Want nee. ik vecht niet A. Nee. B. Ja, weet je. Ja, wat ik zeg, ja, wat moet je dan zeggen. Ik heb zelfs met Melvin hebben we dit gehad. Toen, vochten, toen moesten we vechten tegen Dennis King. Want Melvin ging wel eens naar Amerika toe om te trainen. En, uh, en die wedstrijd was, was, was maken of breken. En toen zeiden ze, nou, we, zei Melvin. Nou, we hebben afgesproken om niet tegen elkaar te vechten. Toen zei ik Melvin: vecht gewoon tegen hem. Nou, hmm. oké. Okay, even later is dus Dennis King eerst, is, is, geloof ik, naar Pride geweest. Nee, het is anders. Melvin heb gezegd, nou is goed, we vechten niet, want Dennis wil ook niet vechten. Die Japaners zeiden, oké, okay, is goed, dan niet. Mm -hmm. Dennis King stond op de kaart, Melvin niet. Ja. Melvin, Melvin kreeg eenwets van zijn contract Ja. Dat is een dure. Dennis King ging daarna naar, uh, voor mij is, had hij ook nog een keer in praat vochten? dan nog gewoon naar UFC. Ja, klopt. En Melvin, ja, die moest Weer opnieuw beginnen. We moesten weer onder de, aan de ladder beginnen. Omdat we gezegd, we moesten ons weer bewijzen. We hadden gezegd, ja, vecht niet. Even later, in Dennis King die moest ook, was ook zo'n monster optreden. En ik al gezegd, ja tuurlijk. Uh, een paar jaar later, toen Melvin eigenlijk al een beetje aan het vertrekken was. Moesten we weer tegen Dennis King, toevallig weer in Japan. En toen waren we met 1 minuut 10 klaar. Nou, dat was net, dan ligt hij daar niet geweldig naar. Ja. Ja, terwijl Als hij dat een paar jaar had gedaan, had zijn carrière misschien een heel andere impuls gekregen. Heel anders draad gezien. Misschien ja. wel. Ja. Misschien, misschien wel minder. Je weet het niet. Nee. Dat heb je dus dat is eigenlijk een beetje het idee. Of mijn idee, laat ik het zo ja. zeggen. Ja. Maar ja, toch, al die jaren, en ik begrijp dat het, het is ook zakelijk en zo moet het ook altijd zijn. Hè? Je vindt het altijd een beetje ik snap het wel, maar ik vind het altijd als vechters, ja, we hebben samen getraind, ze dus willen niet samen vechten of dat denk ik. Ja, aan het einde van de is het je werk en is het, is het business en nou, uh, um, ja. dus dat is hoe ik het dan een beetje in sta. Maar ik kan me voorstellen als je het zo lang geschiedenis hebt, zoals jij met hem ook in Japan en overal bent geweest, ja. grote successen, ook, ook diepe dalen misschien meegemaakt, maar overal gewoon uh, mooie dingen beleefd oh. en dat je dan beetje, dat hij aan de andere kant van die ring dan van je staat. Ja, maar hij ging toch weg. Ja. Ik ben niet weggegaan. Nee, dat begrijp ik, maar ik nogmaals. Jij hebt niks om, om je schuldig over te voelen, maar het is toch apart. Een aparte situatie. Ik ja, okay, maar dan moeten we ook wel weer overheen komen. Ja. Snap je? Het ja. wordt nog apart als hij meteen gewonnen heeft. Ja. Hoe zou dat zijn? Ja... <laughs> Wil je niet over nadenken? Ja, net is Huurza maar. Hè. Kom op met. hey, hallo. Ja, <laughs> ik vind trouwens wel. Melfind is hier, geloof ik, 46 of 47 inmiddels. Ja. Ik moet eerlijk zeggen, ik ga wel eens naar bed met het idee dat ik nog een potje kan knokken. Maar als ik dan weer s'morgens uit bed kom en het gaat met sound effects, dan bedoel ik, ben 47. Ja. Um, iets andere bouwen, natuurlijk wel. Maar even zonder. Je moet je wel goed kijken. Hè? Ja. <laughs> heel dichtbij staan, maar, uh, nee, maar ja, even zonder gekheid. Ik, ik, ik wil respect dat hij gewoon nog steeds meedoet. Natuurlijk, ah, ja. Maar je moet voor iedere vechter respect hebben, vind ik, Weet je niet? Dus, uh, en, 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 en hij ook, hij heeft zijn sporen verdiend. Hij doet het nog steeds goed. Hij treint weer hard. Zie ik hier en daar. Dat had je niet op de video's. Dus mm -hmm. dat is goed. En het is uh, uh, ja, ik heb altijd gezegd. Uh, het is, uh, het is hem allemaal goed. En iedere keer, je moet vechten, natuurlijk. ik maar nog steeds van een bericht. Maar ja, alleen als we tegen elkaar moeten, ja, dan, dan, dan wordt het even iets anders. Maar ja, oké, okay, niks is onoverkomelijk. Ja. Dus laten we gewoon gaan kijken hoe vet. Mooi. Uh, iets heel anders. Ja. Uh, is iets nieuws uh, gaan in jouw leven dat mensen een documentaire over jou aan maken? Dat klopt. Da ja, wat kan je daarover vertellen? Ja, buiten dat ze nu niet aan hier. <laughs> ja Nee, dit um, Even kijken... nee, Marcel Maier van ja? Videoland. Die mm -hmm. zei van laatst uh, op die persconferentie van Rico dat gebeurde. Toen kwam je met een meneer naar me toe. En dat was een wat hogere man. Hij is directeur bij Videoland van de sport. <coughs> daar zitten we te praten. En toen, ja, Misschien willen we een documentaire over jou maken. Zou je dat willen? Ik dus, ja, natuurlijk. Ja, mm -hmm. Weet je, het, hetzelfde als een boek. Dat had ik ook nooit bij gestart. Maar dan kwam dit boek. Dat, dat vond ik geweldig. En ja. dan willen ze een remake van het boek maken, geloof ik. Ze wilden zo'n erover. Ik nou, ja, top. Ja, ja. Super. En dan kwam die Marcel over die... Uh, uh, over het documentaire. Ik zei, ja... Nou, dus die, die meneer die was het er ook over eens, geloof ik. En toen kwam Job, dat is zeg maar de... Uh, die, heeft, die heeft een documentaire van Ronald Koeman gemaakt. Ja. Ja, en die, die, die zag het ook zitten. Dus ik zei, nou ja, oké, okay, misschien kunnen we een soort samenwerking van doen. Of... Dus ja, ze zijn er dan nou maar bezig. En hij was met RTL aan het praten. En ja, ik, uh, we hebben wat dingen geschoten. Al? Ja. De buurt van Chico bijvoorbeeld. Ja. Een training. En, uh, een paar trainingen. Uh, ja, wat ik doe. Ik, kijk, mijn leven ziet er vrijheid tonen gaat, denk ik. Maar volgens hun niet. Nee. <laughs> en uh, we zijn geweest naar de café waar ik werkte. Om naar te kijken. Um, daar hebben we dan een beetje afgetrapt. Nou, en heb hele, ze hebben hele mooie en leuke beelden gemaakt. En uh, dan moest de cameraman Bart die moest op vakantie, dus die komt pas 3 april terug. Oké. Okay. En dan, uh, ja, dan gaan ze kijken, zoals uh, zaterdag 1 april uh, heb ik dat uh, bowlen van Fabrice. De Bik Lebouwski, dat doet hij al jaren. Mm -hmm. Dus uh, Alistair en Remy zijn er en, en nog meer allemaal. Het is gewoon leuk even om het tegen elkaar te uh, dat soort dingen dat willen ze uh, in beeld doen. En natuurlijk de wedstrijden en de trainingen. En, en uh, ja, en de kijken of het wat wordt. Of het uh, ja, zo'n uh, documentairetje wordt van één uh, aflevering of twee afleveringen. Ja. Of misschien vier. Of dat ze misschien wel iets meer willen. Want ja... Uh, ja. Maar wordt het, net als het boek, wordt het een, een, een terugblik of view van je leven? Of is het eigenlijk meer dat ze je volgen in het nu... Een verhaal uh, uh, volgen van wat je nu allemaal doet? Nou, ik heb tegen die Bart, uh, of tegen Bart gezegd, van, laten we gewoon beginnen met schieten. Ja. Weet je niet? En schiet gewoon alles en ik doe genoeg. Dus volg gewoon wat ik doe en dan op een gegeven moment uh, we zullen we wel teruggaan uh, naar waar ik... Uh, dit is jij net met uh, je eerste, dus ja. we zullen we toegaan. De voetbalvelden waar ik gevoetbald heb, We zullen misschien waar, 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 waar ik gewoond heb, ja. waar ik op school gezeten heb, uh, scholen gezeten heb. Want niemand weet het, maar ik ben wel naar school geweest. ik <laughs> oh, denk je, die denk van niet. En uh, ja, dat soort dingen allemaal. Weet je, dus dat uh, ja, is uh, kickbox les. Uh, ja, 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 je, ja, je kent me, weet je, als je me ergens naartoe brengt, zeg ik maar, hey, hier nou ja, daar weet ik er wel wat over te vertellen ja. en dat doe ik altijd graag. Dus ik hoop dat het leuk en interessant wordt. En dat iedereen zegt van, Goh, nou had ik niet gedacht. Of toch ja. leuk of uh, snap je. Dus. Ja. Vind je het leuk? Om, om, ik weet, aan de ene kant vind je belangstelling, welke andere kant wil ik, ik het soms ook wel een beetje verlegen vind. Ja, nee, ik vind het een eer. Ik vind het een eer. Ik, uh, net als een boek. In het begin was ik een beetje overrompeld, ook, ook hiermee. En uh, ja, ik, ik, ik doe het gewoon omdat ik het uh, leuk vind. En voor me voor later, weet je niet. Voor mijn kinderen, kleinkinderen. Weet je, want de kleine jongetjes die uh, rijden aan Benny die uh, ik ga regelmatig met ze naar McDonald's. Eh, ik vinden die kinderen leuk. Ja. En uh, dan komt er iemand die wil op de foto en dan begrijpen ze niet zo echt. <laughs> Stap je in en dan zeg je, ah, ja, ik heb die mensen betaald. <laughs> Krijg je bij McDonald's mag je foto's maken. Snap <laughs> je in en soms zijn ze met de ouderen en dan kunnen ze het naslaan. Dan kunnen ze gewoon even kijken. Ja. Van oké, okay, dat dus zo is het. Snap je, ja. Ja, uh, daar, daar, daar doe ik het voor in. En uh, ja, er zijn er heel veel mensen die ook natuurlijk uh, altijd beter weten bij over mij. Of, of mensen die zeggen van ja, ah, weet je, je daar nou of wat ken je nou Ja, misschien door zoiets kunnen ze zien wat, wat, wat wel mijn klas is of, of juist niet. <laughs> Dat is denk denken, aardig en ik ook laat ze het maar midden. Dus zo komt er een sportschool naast ons te zitten, ik weet het niet. Ja. Nee, maar gewoon, weet je, dit is een leuke ding. Ik vind het ook leuk om de sportschool te zien hoe het ingedeeld is. Ik heb in plaats van posters, dat weet je, ik heb allemaal schilderijen aan de muur. En Thomas die maakt die schilderijen, die ze weer nu weer opnieuw aan het maken. En uh, ja, dan leg ik graag uit waarom die er juist wel hangt en waarom een ander er niet hangt. Ja. Ja, dus uh, worden bijvoorbeeld uh, Lucia Rikeranger, uh, uh, zij uh, ja zij is gewoon tof, ja. en zij is uh, altijd aardig, altijd lief. En vroeger belde ze: mag, mag ik trainen bij jou in je sportschool als je, voor de bokswedstrijd. Ja. En dan uh, was hij zijn vader, uh, Karam, die, uh, die ging voor haar open doen zocht ochtends en dan kon zij trainen en doen. En, dat is ze niet vergeten. Weet je, ja, wat kost het? Dit was voor mij al een eer dat zij er kwam. En laatst was ze opgenomen in de Boxing Hall of Fame. Ja, dat vond ik gewoon geweldig. Ja. Sabine, als je dat ziet met wie allemaal tegelijk. Met, tegelijk met Roy Jones, James Tony, ja, Dat zijn mijn helden. Weet je, wordt zij dan mee opgenomen. Genoemd, ja, ja dat, is, dat is toch geweldig? Ja. Dan denk je, Jezus Christus, man. Ik ben er nog veel van snap je en uh, ja dus, dus zij hangt daar snap ja. je ik, uh, Geef me een voorbeeld ja dan ja, ja anderen niet ja. nee ik <laughs> wanneer moet het, uh, wanneer kunnen we het uh, zien in de documentaire ja gaan die wachten? jaar filmen of zo uh, gaan die jaar filmen volgens mij uh, zal de eerste denk ik als ze uh, als ze slim zijn en het toernooi komt en ik zal denk ik misschien wel één of twee vechters in het toernooi hebben. Dus het zou dat een mooie aanloop zijn voor de eerste, voor de eerste aflevering. Ja. En ja, ze moeten wel even kijken of uh, RTL of dat Videoland het wil hebben. Ja. En voorlopig willen ze het allebei nog hebben. Dus ja. Ja. Maar ja, dat is aan een, een Job, die gaat erover, weet je. En, uh, en Fabrice, die helpt mij daar een beetje in. Want ja, dat is natuurlijk ook al je armen, gabinet we net. jij. Ja. En die, die, weet je, die geeft mij advies. Of die het laatst was. Die, uh, je, dan ben ik aan het bellen. Zeg, oh, wacht even, hier heb je, heb je Bart. Stem even met hem af. Ja, nou, dat is makkelijk. Ja. Ja, toch? Mooi. Weer een uh, extra pagina in het boek uh, van, uh, van verdiensten en prestaties in het leven. van ja. uh, Mike, uh, hoeveel pagina's komen er nog bij? Ah ja. <laughs> ik hoop veel. Ik hoop veel. Ik hoop dat... Uh... Ja, ik, ik ben er van plan nog even door te trekken, zeg maar. En ik heb het natuurlijk een keer in een film gezien dat, je, dat als je terugkijkt op je carrière, moet je trots op alles zijn. Maar dat ben ik. Ja. Weet je? En ik. Maar ik denk ook dat er nog zoveel meer in zit. En ik denk dat de rek er nog niet uit is. En uh, Ja, kijk, een keer een trucje. En dat werkt nog steeds. Ja. <laughs> Op de een of andere manier. Ja. Ik, vind, ik vind het mooi nieuws. Want dat betekent dat we nog aanleiding hebben om nog een keer een podcast te maken. Uiteraard. Ik denk, denk ook wel meerdere. Je <laughs> denkt het ook. ben zo bang voor <laughs> Nee, ik denk ook wel meerdere. Snap je? Ik bedoel. Uh, ja, ik wil. Ik wil het overal graag even mijn mening over geven. Dat weet je. Ja. En uh, <coughs> ik probeer dingen zo positief mogelijk te verkopen. Want ja, dan gaat het om. Weet je. Het ja, is zo'n mooie sport. En er, weet je, er is zoveel aan. Hoort er nog bij. En dan, ja, waarom ja. niet? Ik vind het mooi. Ik vind, uh, zoals altijd, de verhalen mooi. Maar ik vind het vooral mooi de passie uh, die nog uh, uit de verhalen spreekt. En uh, de, de niet aflatende ambitie om nog door te gaan. En er nog ja. wat moois van te maken, Mike. Ja, toch. Dankjewel. Ik, uh, mag ik ook oh, van onze sponsor... Uh, Special Gold CBD nog een flesje aanbieden. Tuurlijk, graag. Uh, heel goed uh, voor uh, herstel na training en om lekker te slapen onder andere. Okay. Dus uh, nou, geniet daarvan. Uh, dankjewel ja. voor je weer. Graag gedaan. En dan tot de volgende. Ik zal ik maar zeggen. Is goed hè? Jullie allemaal weer bedankt voor het kijken of luisteren. Je weet wat we te vinden zijn. Ik zou zeggen liken, delen, abonneren en vertel het door. En dan zijn we weer de volgende week. Oes.